Dames en heren, beste kijkers van Insect.nl, welkom bij deze video over waarschijnlijk de Muurhagedis of de Zandhagedis. In ieder geval, ik ben uh, de cameraman uh, van Insect.nl en de broer. En ik upload en edit alles van zijn kanaal, dus dan weet jullie gelijk wie ik ben. Ik uh, ben op vakantie in Zuid-Frankrijk, waar we vorig jaar ook waren. Zuid-Frankrijk Safari 2018. Um, en uh, insectenel zelf is in Duitsland op dit moment, dus hij heeft uh, niet zoveel te filmen, maar in ieder geval. Nou, we zitten hier in zo'n huisjespark, en hier langs het huisjespark hebben we een mooie strooisellaag langs een weg liggen. En wat zag ik nou net al een paar keer voorbij schieten? Juist, een of andere hagedis. Vorig jaar zagen we namelijk al op ons huisje steeds een paar van die muurhagedissen zitten, geloof ik. Oké, okay. nou ik loop die hier rustig nu langs die stroosellaag. Het is lekker weer, het is, uh, de zon schijnt volop, uh, zoals je kunt zien. Maar in ieder geval, dat uh, denken alle beestjes dus ook. Dus die zijn lekker buiten aan het zonnebaden. En ik uh, zag net al één uh, zo'n zalm of uh, één hagedisbeest wegschieten. Dus ze zijn er zeker, ze zijn wel heel erg snel. Dus ik ga nu de telefoon wegdoen en goed opletten. Want dan uh, schieten ze steeds als een beetje hier vooraan zijn. Als je langs loopt, hoor je ze die kant op. Dus ik moet snel zijn met mijn bakje klaarstaan en er dan een proberen te vangen. Dus dat gaan we doen. Oh, oh, daar Oh, come on. Hier liep er Ik weet niet of je hem nog kan zien. Nee. Oh, dit was mijn beste kansen nu toe. Ik had mijn bakje klaar, maar zodra ik al hier begon met de beweging, was hij alweer daar. Dus, Jezus, dit is echt onmogelijk. Ze schieten aan alle kanten van je weg. Kijk, mensen. Daar zit er een. Eindelijk heb ik er eentje in beeld. Maar kijk, die krijg je met zo'n potje natuurlijk never nooit te pakken. Er zit er een op ons huisje. Ja hoor. Oké, okay, even een snelle update tussendoor. Ik heb nog nooit zo'n krampen spierpijn in mijn schouders gevoeld door zo'n camera omhoog te richten. Maar ik ben nu shots aan het maken met een goede camera die scherpe shots kan maken. En uh, dat gaat redelijk goed. Ik heb al vier minuten gefilmd. Hij is af en toe wel een beetje schokkerig, maar dat komt omdat ik gewoon zoveel pijn krijg in mijn schouders daarvan. Nou, het is nu iets van tien minuten later. Hij heeft zijn kopje een beetje gekeerd, maar... Jongen, mijn camera heeft zijn werk gedaan. Ik heb echt minutenlang met mooie shots... Dan is dit... Uh... Ja, het einde van de zoektocht. En dan ga je nu, als het goed is, genieten van de informatievideo. Dus. De Podarsis muralis, beter bekend als de Muurhagedis, is een van de vertegenwoordigers van de familie Echte Hagedissen. De muurhagedis heeft een afgeplat lichaam dat de lengte bereikt van zo'n 15 tot maximaal 22 centimeter, inclusief de staart. De staart is anderhalf tot twee keer de lichaamslengte van de muurhagedis, alhoewel als deze niet eerder is afgeworpen. Dit afwerpen van de staart doen de hagedissen als de staart wordt vastgepakt. Dit noemt men caudale autonomie. De staart die vervolgens aangroeit is korter en donkerder dan het origineel. De muurhagedis heeft 13 verschillende ondersoorten en heeft daarom niet één vaste kleur, maar kent vele kleurvariaties, waardoor ze soms eh, makkelijk te verwarren zijn met andere hagedissoorten. De meeste muurhagedissen hebben een bruinachtige rug met rijen witgrijzige vlekjes en donkere lengtestrepen op hun rug en flanken. Vaak schijnen ze ook wat groen af. De buik van de muurhagedissen is witgelig. Maar in de paartijd hebben de mannetjes een donkergeel tot rood-oranje buik. Aan de kleur kun je de muurhagedis dus niet altijd van andere hagedissoorten onderscheiden. Maar aan de lichaamsbouw kun je de soort in ieder geval wel onderscheiden. De muurhagedis is namelijk een platte hagedis met een spitse snuit en een slanke bouw. Veel meer dan bijvoorbeeld de zandhagedis of de levensbarende hagedis. Dit zijn twee andere vertegenwoordigers van de familie echte hagedissen. Ook heeft de muurhagedis een rechte halskraag, terwijl de zandhagedis en de levendbarende hagedis een gekromde en gekartelde halskraag hebben. Hieraan kun je de soorten dus ook onderscheiden. De mannetjes en vrouwtjes van de muurhagedis hebben enkele uiterlijke verschillen. Zoals eerder genoemd is de buik van mannelijke muurhagedissen rood-oranje gekleurd tijdens de paartijd. Ook hebben de mannetjes blauwe vlekjes op hun flanken in de paartijd. Over de paartijd vertel ik trouwens straks meer. Verder zijn de mannetjes donkerder dan de vrouwtjes, hebben ze een grotere kop en langere achterpoten dan de vrouwtjes. De muurhagedis komt bijna overal in Europa voor, op enkele landen na, zoals Scandinavië, Portugal, Polen en Ierland. Tegenwoordig komt de muurhagedis ook als exoot voor in delen van Noord-Amerika en Canada, doordat de soort hier door de mens is ingevoerd. De muurhagedis is erg op hoge temperaturen gesteld. En heeft daarom in Europa een veel zuidelijker verspreidingsgebied dan andere Europese hagedissen, zoals de zandhagedis, de levendbarende hagedis en de hazelworm, om weer even terug te komen op dat onderscheid. De reden dat de levendbarende hagedis en de hazelworm zo noordelijk in Europa voor kunnen komen, is dat ze beide eierlevend barend zijn, wat een groot voordeel is ten opzichte van eierleggende soorten, zoals de muurhagedis. In Nederland komt de muurhagedis vrijwel alleen voor op de stadswallen van Maastricht. Sinds de jaren 80 gaat het goed met deze Maastrichtse populatie. Wegens aangepaste beheersmaatregelen en restauratie. En de warme zomers die we steeds meer krijgen in Nederland door klimaatverandering... zijn ook niet slecht voor deze populatie. Het habitat van de muurhagedis zijn open, droge en door de zon beschenen gebieden. Meestal vind je de muurhagedissen op muren bij voorkeur bij ruïnes. Hier dankt deze hagedis ook zijn naam aan. Met hun scherpe klauwtjes kunnen ze op deze muren klimmen. Deze dikke, begroeide muren bieden de muurhagedis een schuilplek en prooien. Naast muren kun je de hagedissen vinden in boomkwekerijen en langs spoorwegen. Wanneer de zon volop schijnt besluiten veel muurhagedissen een zonnebad te nemen omdat ze, net als alle andere hagedissen, koudbloedig zijn. Door in de zon te hebben gelegen, zijn de hagedissen op hun snelst. De muurhagedis zoekt objecten die door de zon worden opgewarmd, zoals muren en rotsformaties. Hierdoor kan de soort van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar actief zijn. Ook komt melanisme regelmatig voor bij muurhagedissen. De hagedis heeft dan zijn hele leven een diep zwarte kleur die veel zonnewarmte absorbeert. Wanneer er een vrouwtje langs komt en er gepaard gaat worden ankert het mannetje zich door het vrouwtje in haar nek te bijten en gebruikt hij zijn gevorkte hemipenis om contact te maken zodat de staart niet in de weg zit. Het vrouwtje zet haar eitjes af in twee tot drie legsels. Meestal bevat één legsel zo'n vijf à zes eitjes, maar dit hangt af van het voedselaanbod. De eitjes hebben een perkamentachtige schaal en worden onder zand of onder stenen afgezet. De eitjes komen na zo'n elf weken uit, meestal in augustus. De jongen die hieruit komen ...worden juvenielen genoemd. Bij de geboorte zijn ze ongeveer 6 centimeter lang en zijn ze donker van kleur. De juvenielen zijn dan zeer actief en eten zoveel mogelijk om reserves aan te leggen voor de winter. In deze tijd wordt de kleur van de juvenielen steeds lichter. En na twee jaar zijn de juvenielen volwassen en doen ze mee aan de paring. In september beginnen de muurhagedissen aan hun winterslaap. Deze wordt gehouden in diepe rotspleten of scheuren in de muur... Waar ze veilig zijn voor de vorst. Op het menu van de Muurhagedis staan allerlei insecten en geleedpotigen, onder andere springhanen, vliegen, insectenlarven, spinnen, kevers, vlinders en regenwormen. De natuurlijke vijanden van de Muurhagedis zijn slangen en roofvogels. Jonge exemplaren van de Muurhagedis zijn trouwens ook vijanden van elkaar. Cannibalisme komt bij de muurhagedis waarschijnlijk vaker voor dan bij andere hagedissoorten uit de familie echte hagedissen. Enkele andere bedreigingen voor de muurhagedis zijn aantasting van het leefgebied en het gebruik van insecticiden door mensen. Ten slotte heb ik nog twee grappige feitjes over de muurhagedis. Het eerste feitje. Als twee soortgenoten van de muurhagedis elkaar ontmoeten, tillen ze afwisselend een van beide voorpootjes op. Men noemt dit opmerkelijke gedrag treetellen. Het tweede feitje, als de muurhagedis zijn staart afwerpt, blijft deze nog wild kronkelen op de grond, zodat de vijand zich op de staart concentreert en niet op de hagedis zelf. De muurhagedis kan zo ontsnappen. De staartromp wordt dichtgeknepen door de spieren, zodat het bloedverlies beperkt blijft en er zich snel een korst op kan vormen. Dit was de informatievideo over de muurhagedis, dus dankjewel voor het kijken en luisteren.